Dankzij Rick van Stippend worden de meest uiteenlopende auto's weer fabrieksnieuw. Iedere week neemt hij je mee in zijn wereld en leert hij jou de fijne kneepjes van zijn vak. Zo, nou. De ruimte waar we de auto's fabrieksnieuw maken, daar zijn we weer. De Audi R8 hebben we natuurlijk vorige week al het een en ander van laten zien, maar nog niet tot in detail. Want we hebben deze bodem helemaal aangepakt en hij is nu voorgeprepareerd om 2K te gaan spuiten. Eerst uitleggen waarom dat we dat doen, is als volgt. Deze auto heeft 90.000 kilometer op de teller staan. En door ermee te rijden, en in dit geval ook in de winter, door regen, pekel, straatvuil, is hij helemaal aangetast geraakt. Dus we hebben hem in ere hersteld en dan zouden we zo weer de weg op gaan, waardoor dat hij weer aangetast raakt. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Dus daarvoor zetten wij die 2K-coating erop en dan blijft hij dus ten alle tijde nieuw. En dan kunnen we gelijk even laten zien hoe intensief dat is als je een auto fabrieksnieuw maakt, want heel de neus ligt eraf. Er zat natuurlijk wat steenslag op, er zat wat vuil in. We hebben hem nu afgeplakt, want dit doe je dus voordat je 2K gaat spuiten. Plak je heel de auto netjes af. Maar dit is dus letterlijk behind the scenes van wat gebeurt er om zo'n auto aan te pakken. En dat is best veel. Met logische kennis kun je zo'n auto demonteren. Dit is eigenlijk nog vrij simpel, omdat het gewoon plug and play is. Zo'n auto is ook gebouwd. Dit is het vaste chassis, zoals je ziet. En motorkap, bumpers, wielkuipen, dat zijn alleen maar afwerkdelen. Dus het ziet er heel extreem uit, maar qua sleutelwerk vind ik het persoonlijk wel meevallen. We staan hier weer inmiddels met ons hele team. Dus we gaan die 2K eens even aanbrengen. En dan gaan we eens ook eens even kijken wat dan het resultaat is. Hij is klaar. Het is ook altijd weer mooi, hè? Als je zo'n auto aan hebt gepakt en toch die slagroom erop spuit. En denk van, nou, hoe smaakt die deze week weer? Nou ja, zoals je ziet, hij is fabrieksnieuw natuurlijk. Staat wel eens maar 90.000 kilometer op. Maar je ziet er helemaal niks meer van. En dat is juist het mooie eraan. Hij is nog niet helemaal klaar, maar de basis staat er. Want na de 2K, dan komt pas de assemblage en dan krijg je pas echt een nieuwe auto. Maar onderhuids is hij fabrieksnieuw. Je moet zo zien, die coating die hier nu opgezet is, die blijft tientallen jaren zitten. En dan kun je jezelf afvragen van waarom doen autofabrikanten dat niet zelf? Nou ja, omdat het ronduit gewoon kosten zijn. Nou, zoals je ziet, motorblok. Even door de knieën, dan kan ik even naar een afstandje iets beter kijken. Motorblok, et cetera. Helemaal als nieuw. Draagarmen. Ja, het is wel echt top. Die bitumen overigens die daarop zit. Nog nooit een drempeltje of wat dan ook geraakt. Is uniek bij zo'n lage auto. Dus hebben we ook niet hoeven herstellen. Ja, waanzinnig. Hè? Dit vind ik trouwens ook zo gaaf. Kijk hier eens. Zie je dit hier? Die draagarmen, die zaten helemaal vol met corrosie. Die remklauwen. Gerestaureerd, originele logo's weer er terug op. Kopse kanten, zie je dat? Die waren ook helemaal verroest als nieuw. Ook daar zitten wel bekende 2K op. Ja, dat is toch waanzinnig. Dit noemen ze dus onderhuids een auto fabrieksnieuw maken. En dan nu het gekke van deze Audi R8. Want we hebben natuurlijk een nieuw pand, hebben jullie ook laten zien. Het Automuseum. We hebben een eindejaarsknaller. 2022 gaan wij afsluiten door deze Audi R8 weg te gaan geven. Ja, het is ongelooflijk, ramen waar, maar het is echt zo. 6 december aanstaande gaan wij van een van onze klanten, die dus ooit een bestelling bij ons hebben gedaan in de actieperiode, gaan we dus die auto verloten. Live op YouTube, 's avonds om 19:30, 6 december.